Jack, ik heb je vertrouwd. Ik dacht dat je mijn vriend was. Man, hoe kon ik ooit op zo'n type als jij vallen? En hoe zit het met Caro? Caro. En die hele surfwedstrijd. Je ging er meteen op in, of niet? Ja, natuurlijk. Op die surfwedstrijd. Maar niet op Caro. Laat me met rust en ga weg. Ik meen het hoor. Je herinnert je mij niet meer. Tot ongeluk. Maar ik kom terug met bewijzen. Die aantonen wie je werkelijk bent. Ik laat je hier niet alleen, dat beloof ik je. Daar heb je het weer. Schiet op, we moeten naar hem toe. Ja. Jij kan nu nergens meer naartoe. Als je bang bent voor een saaie zomer, kom dan met me mee. Naar een plek waar je nog weg kunt dromen. Een hotel aan zee. Waar je vrienden hebt die alles delen. Vreugde en verdriet. Waar het jou niet lukt je te vervelen. Maar vergis je niet. Dit is geen gewoon hotel. Dit is Hotel 13. Een hotel dat zijn geschiedenis aan niemand ooit liet zien. Dit is geen gewoon hotel. Dit is Hotel 13. Check in en ontdek. Toch los! Ik heb niks gedaan! Ik hou jou al langer in de gaten, vriend. Je bent me al een paar keer door de vingers geglipt, maar nu heb ik je. Jij vertelt mij alles wat je weet. Anders zal ik... Jij zult helemaal niets. Hm? Bedankt dat je me naar mijn kantoor gebracht hebt, maar... Laat ons nu alsjeblieft een paar minuten alleen. Ah, zo gaat dat dus. Ik mag hier het vuile werk opknappen en dan moet ik buiten blijven wachten? Een paar minuten. Vertrouw me nu maar. Mijn compagnon is nogal ongeduldig. Ik weet precies wat hier aan de hand is. Jij werkt voor Winston van Burghardt. De vader van je vriendje. Diederik? Diederik, dat is toch... Denk maar niet dat ik gek ben, ja? Jullie tweeën zijn als een Siamese tweeling. En hij laat jullie mij bespioneren. Wat? Jullie duiken in kamers op waarin jullie niets te zoeken hebben. En stelen sleutels van de receptie. Dat is helemaal niet waar. Nee? En wat doe je hier dan? Beetje zonnen? Of ijs eten? Je hebt hier niet eens een kamer. Of wel? Wauw, ik wist helemaal niet dat jij zo goed kon surfen. Ik moet wel een geniale surfleraar zijn als ik je dat allemaal in één dag heb aangeleerd. Misschien moet ik dit wel echt professioneel gaan doen. Flow Super Surfschool. Misschien moet ik ook weer naar de surfschool. Mag ik dan als jou zitten? Ja. Hallo, ho even. Als dat gebeurt zit je twee klassen onder hem en jij hebt geen lessen nodig. Jij bent geweldig. Ja. Ik geef een rondje. Wat wil je drinken? Als ik tenminste met mijn buskaart kan betalen. Wat zal ik drinken? Ik wil graag hetzelfde als Diederik. Goed, dan neemt Diederik een vers geperste wortelsap met een paar spruitjes en knoflook. Oh, ik een appelsap met prik. Wat wil Van Burghardt? Hm? En wat betaalt hij jou? Niets. Dit moet een misverstand zijn. En als ik kamer 13 zeg? Hij wil dus dat jij bij de zoektocht naar kamer 13 helpt, nietwaar? Nee. Kijk maar uit. Jij hebt geen enkele reden om hier in het hotel rond te lopen. Jij bent een indringer. Dus ik kan elk moment de politie erbij halen. Of zal ik mijn ongeduldige vriend op je afsturen? Ik verblijf in kamer 5. Oh? Hier, nee. Je hebt toch alle kamers doorzocht, nietwaar? Onze vriend hier zegt dat hij in kamer 5 zit. Onzin. Daar zit toch die notaris? Ja, dat is ook zo. Dat is mijn oom, ja. Die heeft die kamer voor mij geboekt. Ja, ja, ja. Jij liegt, bedriegt en je steelt sleutels. Ik zou maar een veel betere verklaring bedenken. En tot die tijd blijf je hier. Duidelijk. Pas op, Van Burghardt. Wegwezen. Nee, nee. Wacht even. We blijven hier. Ben jij gek geworden of zo? Ik heb een idee. Kom op, man. Vandaag loopt zijn ultimatum tegen ons af. We moeten uit zijn buurt blijven. Vertrouw me maar. Kijk eens goed naar hem.
Ik weet niet wat er gebeurd is, maar al te dreigend ziet hij er niet meer uit. Mm. Ik ga naar hem toe. Wat? Ah, meneer Van Burghardt. Goed dat ik u zie. Kan ik u even in mijn kantoor spreken? Hey Diederik, waar jij vandaan komt, kan iedereen daar zo goed surfen? Surfers zijn echt de coolste gasten die er zijn. Ik bedoel, wie kan surfen heeft het echt gemaakt. Niet zoals die losers die ze gewoon omver laten blazen. Surfen? Ik heb vroeger ook gesurfd. Als baby of zo? Later. Nou, dan doe je toch lekker met mijn surfwedstrijd mee? Hm? Ja. Dank je. Waarom moet tegenwoordig iedereen op surfers vallen? Ja, vertel mij wat. Tom! Wat leuk om jou hier weer te zien. Wij weten alles. Dat hij een spion is en dat hij voor u werkt. Voor mij werkt? Als spion. Ja, ik moest ook al lachen. Tom is een goede vriend van mijn zoon. Meer niet. Heb je nog iets van Diederik gehoord? Nee. Wordt hij vermist? Weten jullie hier misschien meer van? Hebben jullie hem ontvoerd? Wij? Nee, natuurlijk niet. Wij zijn eerlijke ondernemers, geen criminelen. En zelfs zijn vriend hier hebben wij geen haartje gekrenkt. Niet waar, Tom? Jij mag blij zijn dat ik nu andere dingen aan mijn hoofd heb, beste vriend. Is het nu klaar met die onzin? Kom, we gaan. Kijk eens wat ik hier heb. Een enorme lading verse, lekkere mosselen. Oh, Lenny, dat ruikt naar bedorven vis die 3 dagen in de zon heeft gelegen. Oké, het was een aanbieding. En misschien zitten er 1 of 2 slechte tussen, maar die haal ik er zo uit. Ik wil toch niet dat je buikpijn krijgt en de rest van de week in bed ligt. Dat is lief. Gat, wat stinkt hier zo? Mosselen uit de aanbieding. Lenny, loop toch door en zorg voor ventilatie. Jij wilt toch niet echt met die wedstrijd meedoen, of wel? Ik weet nog de laatste keer dat je hebt geprobeerd op zo'n plank te klimmen. Hoe ging dat? Dat ging dus niet. Dat hoeft toch niet iedereen te weten, of wel? Hoewel, ik geloof dat jij in staat bent om die wedstrijd te winnen. Als je als enige meedoet. Grappig, vader. Als je als enige meedoet. Grappig, vader. Dat heb je weer eens geweldig opgelost. Is jou niets opgevallen? Jawel, dat ons plan mislukt is. Zolang Van Burghardt met zijn verdwenen zoon bezig is, laat hij ons met rust. We kunnen doen alsof Diederik ontvoerd is. Dan zal Van Burghardt ons bij onze zoektocht naar kamer 13 vast niet meer lastigvallen. Hij zal ons als eerste verdenken. Er is nog iemand die het geweest kan zijn. En wel degene die kamer 13 gebouwd heeft. Professor Magellaan. Hey, ik ben Davy. Ik doe ook mee met de surfwedstrijd. Hallo. Hey, cool. Ja, ik heb de flyer hier bij de surfschool gezien. En? Doe je vaker met zoiets mee? Af en toe. Goed dan. Mogen de beste surfer winnen. Tja, ik weet al wie dat is. En het is vast en zeker niet Jack. Ja, echt lachen met jullie. Maar hij moet nu uitrusten, spierpijn en zo, toch? Jammer. Ja, dan. Later. Ciao. Doei. Doei. Ja, Jack. Oké. Jij bent de surfleraar, hè? Flow Super Surfschool. Golven en wind houden mij bezig en surfen is mijn lust en leven. Kan jij ervoor zorgen dat ik die wedstrijd win? Jack, ik heb een Laplander het surfen bijgebracht. Toch moet ik je zeggen dat de concurrentie vrij groot is. Maak je daar nou maar geen zorgen over. Jij leert mij surfen en ik hou me bezig met de concurrentie. Wat is er dan zo dringend? Ik
Ik moet je eens laten zien iets. Oh ja, hier. Tadaa! Een potlood. Een potlood. Ja, met een potlood kun je dingen schrijven en als het je niet bevalt, kan je het weer uitgummen. Liv, gaat het om Caro? Nee. Oh ja, oké, het gaat om Caro. Hey. Je weet toch dat ik alleen om jou geef? Ja, ik weet niet. Het spijt me. Wat kan ik doen zodat het snel beter met je gaat? Geen idee. Man, ik ben helemaal de kluts kwijt. Anna en Tom en de tijdmachine. En ik weet niet of die het nog doet en alles loopt door elkaar. Vertrouw Tom gewoon. Ja, maar moeten we niet toch achter hem aangaan? Tom weet wat hij doet. Geef hem nog een paar uurtjes. Bovendien hebben wij dan ook wat meer tijd voor elkaar. Ja, dat klinkt goed. Kijk eens, mosselen. Perfect voor een lekkere salade. Ja, voor mensen die niks ruiken, niks proeven en het liefst ook niks eten. Oké, de open mosselen zijn niet goed. Die moet je eruit halen. Ik geloof dat jij in staat bent om die wedstrijd te winnen. Als je als enige meedoet. Zo. Die zijn al klaar. Die mag je al over de salade verdelen. Ah, ja. Wow. Oh, ik pak even een handdoek. Wat heeft dit te betekenen? Dat is een... Speciale salade voor Diederik met veel eiwit en vitamine voor de surfwedstrijd. Wat aardig van je. En jij doet toch ook mee? Maar dan... Een extra portie eiwit zal jou ook goed doen. Nee, laat maar. Een mossel meer of minder valt toch niet op? Probeer maar. Dat is... Het zal toch niet waar zijn?